Er gebeurt wat. Ja, we zijn er. Ja, goedemiddag allemaal. Welkom bij alweer de 24e aflevering van Brits TV, de basis. Ik wil allereerst de zuidelijke kijkers van harte feliciteren met het resultaat van gisteravond. Tot zover het voetbal. We gaan het weer hebben over Brits. Brits, wat mag er allemaal al, wat mag er allemaal nog steeds niet? Voor we verder gaan, eerst even een speciaal welkom voor Cécile, die vandaag een keertje invalt. Sommigen zijn al op vakantie, anderen hebben ons eigen verlies van gisteravond nog niet zo goed verwerkt. En Berit, kan jij al iets vertellen over hoe het zit met Brits in deze tijden? Op clubs. Ja, Geon, dat is die vraag. Ik snap dat je hem stelt en die vraag krijgen we heel veel. Er zijn heel veel mensen die ons daarover mailen, vragen stellen. En wat formeel mag, is gewoon de regels die de overheid stelt. We zijn een sport, dus de regels voor de binnensporten gelden. Dat staat ook uitgebreid op de website van www.bridge.nl. En zijn er allerlei vragen die binnenkomen van verenigingen of je om vaccinatiebewijzen mag vragen. Dat mag je als vereniging zelf bepalen. Dus als vereniging moet je vooral goed in overleg met wat je leden willen en wat je als bestuur wil. En moet je gewoon zelf daarvoor de regels stellen en goed communiceren. Dat is het belangrijkste. En verder vooral genieten van dat er weer fysiek gebritst mag worden. En je mag ook weer zonder mondkapje naar de supermarkt. En die afweging maak je ook zelf of je hem opzet of niet. Dus ik wou het daar op dit moment bij laten, Geon. Ja, ik heb wel één kort vraagje wat mij dan persoonlijk altijd heel erg raakt. Mag er na 10 nog wel geserveerd worden? Ja, dat is dan weer een hele ingewikkelde vraag. Want dat mag volgens mij nu weer wel. Maar laten we dit maar niet gehoord hebben. Want ik weet niet exact wat de horecaregels zijn. Want als je deze vraag stelt, gaat het over de horecaregels. En ik ben beter thuis in de sportregels. Oké, okay, nou, dan moeten we het dan maar even... Maar misschien weet Ruurt het, want Ruurt is horeca. Ik ben zeker horeca en ik ga aanstaande vrijdag weer open. En dat mag dus ook na 10. Ik mag gewoon serveren na 10 uur. Ik heb ook gewacht totdat dat mocht in ieder geval. Dus je mag gewoon serveren, je mag gewoon bier drinken. De voorwaarde is wel dat je aan tafel gaat zitten. Dus je mag niet lopen iedere keer. Je moet gewoon aan tafel zitten. En dan mag je gewoon britje. Maar dat is ook wel rustig toch, Ruurt? Zeker, zeker. Heerlijk. Ja. Oké, okay, nou. En als je echt uitgebreid aan de bar wil hangen, dan moet je 1,5 meter houden. Ja, ja, ja. Precies, zo is het gewoon precies. Helemaal, helemaal juist. Dus na afloop kun je rustig een borreltje drinken op 1,5 meter. Je hebt een verlengde bar. Ja, lange bar, Geel. Daar weet je alles van, hè. Dat is een behoorlijke bar. Oké, mensen. Ja, na deze interessante inleiding gaan we toch maar beginnen aan waar we het eigenlijk over gaan hebben vandaag. En dat is 2-1. Even de sheet erbij. Wat betekent 2-1? Een 2-1 betekent dat als partner opent met 1 in een kleur, dat wij een bijbod doen op 2 niveau, zonder sprong. Want dan heet het anders. En wat belooft zo'n 2-1? Belangrijk, minstens 10 punten. Want als je er minder hebt, en Ruud zal dat zo meteen laten zien, denk ik, dan kun je zeker veel te hoog uitkomen. Neem een simpel biedverloop. Je opent met 12 punten, 1 harte. Partner zegt 2 klaver, die heeft er bijvoorbeeld maar 8. Je moet nu 2 sans bieden als je geen fit hebt en niks bijzonders te melden. En als partner dan pas met de minimum, dan zit je met de punten van 21 samen al in 2 sans. Dan moet je veel meer slagen halen dan de ander met maar de helft van de punten. Zoals hier al staat, dat loopt meestal niet goed af. Ruud. Ja, zeker. Hier. Nou, we zullen eens wat makkelijk beginnen. Want ik zie Erik zitten. We beginnen makkelijk, voor. Erik. Ik ben er helemaal klaar voor. Oké. Okay. Nou, stel je voor, Erik, je hebt deze hand. En voor jullie allemaal, wat zouden jullie bieden? Het zijn 19 punten. Ik dacht, begin makkelijk. Nou, laat maar zien. Ik open een ruiten. Ik heb namelijk 4 ruiters. Oké, okay, ja. En ook Erik, ook al speel je allemaal gekke systemen, en je mag doen wat je wil, dit is altijd een 1-ruiteropening. Ja, duidelijk. Van 4 kaarten
Wat de reden ook is, is dat je als je vanaf onderaf aan naar boven biedt, vanaf vier kaarten, je zoekt gewoon, je bent op zoek naar een vet. Je biedt eerst je langste kleur. Een groot misverstand, Erik, wat er gebeurt met mensen die allemaal dubbelton spelen, wat dan ook. Nee, dit is toch een ruit. Maar zegt de schoppen, jij bent. Weer het eerst even nadenken en dan pas het kaartje pakken. Goed nadenken. Nou, je hebt dus 19 punten. Maat zegt schoppen op een ruiten. Laat me zien. Cecile, wat ga jij doen? Kijk, oh, Cecile is er bijna. Ik pleit voor vier schoppen. Ik denk Geon ook, maar dat heeft een reden waarom vier schoppen het juiste bod is. Vier schoppen is het juiste bod. Mijn maat heeft vier schoppen. Mijn maat heeft minimaal 6 punten. En bij Britje, in ieder geval bij mij gaat het erom, en ik denk bij Geon ook, bij iedereen. Het gaat maar om twee dingen. Kijken of ik een fit heb en kijken of ik een manche kan spelen. En ik kan nu een manche spelen. Dus ik vind hiermee dat je vier schoppen moet bieden. Maar waarom is dat nu? Dat komt omdat één schoppen minimaal 6 punten is. En 6 punten, waarom is dat nou minimaal 6 punten? Omdat ik deze hand kan hebben. Ik kan 19 punten hebben. Dat is de achterliggende gedachte. Dus Cecilie was er bijna, maar nu nog eentje dus meer. Dus vier schoppen was het goede bod. En Ruud, ja. Als mijn partner nou 12 punten heeft... Ja. Gaat hij dan nu azen vragen? Ja, of als ik... Ja, ja. Of, ik bied of zes schoppen. Of ik bied of azen of wat dan ook. Okay. Ja, oké. Okay. Snap je het idee? Ja. Oké. Okay. Nou, de reden dus hij moet bieden, is dat hij minimaal 6 punten heeft. En 6 plus 19 is 25. Daar gaat het om. Nou, stel je voor, je hebt nu een 5 kaart schoppen. En je hebt iets minder punten. Je hebt 14 punten. Nou, je mag openen. Het zijn 14 punten. Wat zouden jullie openen? Nou, laat me zien. Ja, Makia, één schoppen. Eén schoppen is je langste kleur. En op het moment dat je een schoppen opent, heb je er, in welk systeem dan ook, heel vaak 5. Ook al speel je 4 kaart hoog, het maakt me allemaal niks uit. De kans dat een schoppen een 5 kaart is, is hoger dan 98%. Dus geldt voor alle systemen. Op het moment dat maat nu 2 klaveren biedt, wat zou je nu bieden? Misschien is het toch makkelijker als je 2 ruiten biedt. Nou, laat maar zien. Ja, ik ben het met Erik eens. Ik zou 2 sans bieden. Ja, keurig, allemaal. En waarom is dat nu 2 sans? Dat is van, ik zit onderaan mijn range. Ik zit onderin mijn range van mijn 1 schoppen opening. Dus ik kan 2 sans bieden. En mijn maat kan, als hij dat wil, nu 3 sans bieden. Nu gaat het er mij om van, op het moment dat mijn maat nu niet meer biedt en hij past, dan wil ik graag voor mijn 2 sans, om dat te spelen, ja, daar heb ik 3 of 24 punten nodig. Anders ga ik het niet maken. En 3 sans heb ik 25 punten nodig. Ja, dat is de achterliggende gedachte. Op het moment dat nu 2 sans... Ja, als ik dus nu 3 of 24 punten nodig heb, dan moet mijn maat dus 10 punten hebben. Anders kom ik niet in die range om dit contract te kunnen maken. En dit noemen ze een 2 over 1. Dus een 2 over 1 belooft minimaal 10 punten. Dat is niet omdat ik het wil, of dat Geon het wil, of dat iemand het wil. Nee, dat is omdat we samen 3 of 24 punten moeten hebben.
Dus ook al, nou, ook maar deze kaart. Misschien is dat nog duidelijker. Nu heb ik nog maar 13 punten. Ja, nu is het nog steeds heel erg belangrijk dat wij 3 of 24 punten hebben. Dit is de reden van 2 over 1 dat dat minimaal 10 punten is. Dus stel je voor nu dat we iets andere kaart hebben. En mijn maatje opent 1 schoppen. Wat zou je nu bieden? Nou, laat me zien. Ja, Cecile, hoeveel punten kan mijn maatje hebben met een 1 schoppen opening? Heb jij een idee hoeveel punten die heeft? Wil je even je geluid aanzetten? Mag gewoon aanblijven. Ja? 13 met 19. Ja. Ja. Dus pas is niet verstandig. Nee, dat is precies de reden dat pas niet verstandig is. Dus nee. Je moet iets anders proberen te verzinnen. Want als hij 19 punten heeft, heb jij er 8. En dan hebben we er samen 27. Dan heb ik er een sans van. Ja, een sans. Die blijft eigenlijk over. Hè? Ben je er mee eens, Jules, dat die overblijft? Ja. Want ik mag geen 2 harten bieden. Want 2 harten belooft minimaal 10 punten, hebben we net gezien. Ja, duidelijk. Dus op het moment dat jij een 2 over 1 wil doen, moet jij gewoon, is een, niet omdat ik het zeg, hè, maar omdat je weer heel hoog uit gaan komen. Kijk maar eens op het moment, ja, als je iets meer punten hebt, dus je hebt bijvoorbeeld nog een aas erbij. Nou, dan begint het een lekker kaartje te worden. Wat zou je dan doen? Nou, laat maar zien. Ja, nu kun je 2 harten bieden. Van 2 harten betekent dus nu, dat is mijn langste kleur, en dat is op zoek naar een fit. Dus, dit is minimaal 10 punten. En nu komt, denk ik... ook met een vierkant harten? Nou, nu gaan we... leuke vraag. We gaan het meteen doen. Even tussendoor dan. Nou, jij bent... vierkant harten. Zou ik 2 klaven doen dan? Maar dat kan niet. Ja. Even voor allemaal proberen. Nou, laat me zien. Nou, ja. Ik zou nu 2 klaveren bieden. Want 2 klaveren... Snap je, Berend, waarom dit is? Dat is de eerste kleur die ik tegenkom. Ja, van de 4 kaart de laagste, toch? Ja, van 4 kaart de laagste. Op het moment dat ik jou vraag, wat open je? Dat is ook van 4 kaarten de laagste. Dus op het moment dat het 1 schoppen gaat, ja, dan doe ik van 4 kaarten de laagste. En Berend, probeer er nou eens een 4 kaart harten van te maken. Probeer dat eens, zonder dat je dus de laagste pakt. Dus hiermee zou ik 2 klaveren bieden. En dat belooft dus minimaal een 4 kaart. Maar mijn stelling is dat harten een 5 kaart belooft. Waarom is die stelling daar? Omdat ik anders heb ik een andere 4 kaart. Probeer er maar eens een kaart bij te zetten. Probeer het maar eens. Dat lukt niet. Dat is dezelfde reden waarom een 1 schoppen opening, ook al speel je 4 kaart hoog, vaak een 5 kaart is. Want je hebt geen 4 kaart klaver, je hebt geen 4 kaart ruiten, je hebt geen 4 kaart harten. Dus dit is dezelfde reden dat een 2 over 1, als je maar 4 kaarten van onderaf aan begint, dat dit een 4 kaart kan zijn, maar dat 2 harten altijd een 5 kaart is. Maar je kan toch ook die schoppen 3 naar de ruiten doen? Ja, zeker. Schoppen 3 naar de ruiten. Zeker. Dan heb je toch ook 2 4 kaarten? Daar heb ik er zelfs 3. Ja. Dan zou ik ook met 2 klaveren beginnen. Maar mijn stelling is dat 2 harten een 5 kaart is. Oh, oké. Okay. Ja, ik snap dus het. Dus als ik direct 2 harten zou bieden,
dat dat een vijfkaart is. Nou, dat is niet de reden van, dat is niet omdat ik het tegen jou vertel. Dat is de reden van, dan, ik heb ergens anders dan een vierkaart. Kijk maar, ja, probeer het maar. Ja, kijk, op het moment dat ik er... Nou, het enige wat zou kunnen is zoiets. Ja, ik wou net zeggen, met drie driekaarten en een vierkaart harten. Ja, en wat vind jij dit balanced of vind je dit unbalanced, Erik? Dit is balanced. Ja, zeker. En wat hoort er bij balanced? Hoort er sans. En op het moment dat, dat ik zoiets heb, ja, dit kan. En hoe groot is nou de kans op een 4-3-3-3, Erik, met precies een vierkaart harten? Ja, geen idee, maar klein. Maar, ja, bijna nul. 1,8. Mag ik wat vragen, Ruud? Jazeker. Maar wacht even, je zou ook schoppen kunnen... Ja, maar als je vijfkaart hoog speelt, heb je schoppenfit. Ja, heb je schoppenfit, ja. Dus... Ja. Het lukt mij niet om, en dat is mijn stelling een beetje. Kijk, nee. Op het moment dat ik een vierkaart harten heb, dan lukt het me eigenlijk niet om daar een andere vierkaart, die heb ik automatisch. Nee. Daar gaat het een beetje om, Erik. Ja. Dus ja. Hiermee zou ik dus twee klaveren bieden. Dus twee klaveren kan wel eens een keer een vierkaart zijn, is zelfs ook vaak een vijfkaart. Hoe moet deze hand eruit zien, Ruud? Wil je ineens twee sans bieden op een eenschoppen opening? Ruud, wacht even. Punten. Misschien moet je nog even terug naar Cecile. Want Cecile had één sans gezegd. Nee, en wij zitten alweer helemaal in de hogere regionen. We gaan even terug. We gaan eerst naar Cecile, daarna naar Erik en dan naar jou. Nee. Cecile, één sans. Waarom word je één sans? Omdat ik dacht van, ik heb geen vijfkaart, daar ging ik eigenlijk van uit. En ik wist niet dat ik het bij de vierkaart dan dit ook mocht doen. Ja. Ik heb zelf nog ergens in mijn aantekeningen staan, 2-1 mag alleen bij een vijfkaart vanaf 10 punten plaatjes stellen niet mee. Dus ik dacht van, dan moet het sans zijn, want er is niks anders. Ja, Cecile, maar hoeveel punten hebben we samen? Ja, nou die heeft minstens 13. Ja. En 5, 9, ja. Nou ja, we hebben de 25. We hebben de 25. Dan vind ik toch 1 sans vind ik een beetje zonde. Ja. Dus dan zal mijn eerdere voorkeur zijn 3 sans. Ja. Zal mijn Maar nu gaat het erom. Kan ik nog een fit hebben? Ja, dat kan nog. Ja, dat kan heel makkelijk. Dus dan gebruik ik, en dat is eigenlijk waar het een beetje om gaat, Erik. Van dan gebruik ik dat 2-1 van 4 kaarten van onderaf aan naar boven gebruik ik om alsnog achter een fit te kunnen komen. Als ik 3 sans te grof vind, Cecile. Snap je wat ik doe met te grof? Dus stel je voor, het gaat 1 schoppen, 2 klaveren, 2 harten. Maak eerst even deze af, dan ga ik naar de rest. Nou, laat maar zien. Ja, dan zou ik nu 4 harten bieden. Zie je dat dit altijd nog goed komt? Als je vanaf onderaf aan naar boven biedt, komt dit altijd nog goed. Dat maakt niet uit. Ooit komt dat goed. Want hij gaat gewoon nog vertellen of hij een 4-kaart harten heeft gehad. Of dat hij misschien nog wel een 6-kaart schoppen heeft gehad. Dat kan ook, hè? Dat hij zegt schoppen. Nou, jij bent... Laat me zien. Ja, ik zou gewoon 4 schoppen bieden, want hij heeft 6 keer schoppen. Maar Ruud, ja. Nou wordt wel interessant, want Cecile zei net, je weet dat degene die open 13 punten heeft, maar ik open wel met 12 punten ook, dus 24 zou het ook kunnen zijn. Zeker. En wanneer open jij met 12, Berit? Ja, als de kaartverdeling zodanig is dat je kan openen, regel van 20. Ja. En dan blijkt in de praktijk, dus je moet een beetje bedenken, Berend, dat die opening van 12 punten, waar we het eerder een keer over hebben gehad, dat die evenveel waard is als een 13-punter opening. Oké. Dus dan beschouw ik het als van, wij gaan naar de match. Dus als jij het lef hebt om te openen, ga ik met 12 naar de match. Dus in dit geval, ja, ik bied 4 schoppen.
Weer het weer eens. Nu Geon, wat had Geon voor vraag? Eigenlijk had ik dezelfde vraag. Ik wil even terugkomen op het feit dat Cecile, ik dacht tweestandsboot. Want ik wil graag even horen wat het nadeel is van tweestands met deze kaart als je een puntje minder hebt. Oké, dan gaan we dat doen. Op het moment dat we een puntje minder hebben. Even nadenken wat ik het puntje ga eraf halen. Oké, 11 punten. Maat opent 1 schoppen. Voor het panel maar weer, hè. Geel, je mag zelf ook meedoen. Kijken of je hem ook goed hebt. Ik heb geen biedbakje. Oh. Dus dat wordt lastig bij deze. Nou, laat maar eens zien wat jullie zouden willen bieden. Ja, naar welke fit ben je op zoek, Erik? Wijs mij de fit aan. Klaver of Ruiten? Ja, Klaver of Ruiten. Als ik je live les geef, dan spuug ik altijd op de grond. Oh, want? Ja, dus ik wil nooit Klaver of Ruiten. Mijn doelstelling, Erik, van het bridge-spel is het bieden van sans. Het bieden van 4 harten, 4 schoppen of 3 sans. Dat is mijn doel van het bieden. Waar denk jij dat dit contract altijd naartoe gaat? Heb jij daar een idee van? Waar dat eindigt? Na een sans. Ja, na een sans. Ja. En wat is... Ja, als ik deze kaart zie... Hij heeft 5 schoppers. Hij heeft geen 5 hartes. Hij heeft geen 5... Hij heeft 5 schoppers. Ik heb dus geen fit, maar ik ben er bijna. En hiermee zou ik 2 sans bieden. 10 of 11 punten. En een pogingje voor mijn favoriete contract... van 3 sans. Oké, ondanks die slechte ruitenkaart. Want die ruiten heb je niet veel. Ja, daar kijk ik helemaal niet naar. Ik ben too balanced. Ja. Oké, Erik, maar nu gaan we verder. We gaan even met jou. Dus snap jij dat 2 sans een directe invite is? Snap jij dat? Een directe invite voor 3 sans. Ja, maar ik heb je ook horen zeggen van... je bent op zoek naar de fits. Ja. Maar die zitten voor jou niet in dus eigenlijk met deze kaart. En welke kleur dan, Erik? Ja. Ja, eigenlijk weer... niet. Ja, miners. Ja, maar... zeker. Maar die speel je niet graag. Ja, ik ook niet, hoor, trouwens. Nee, die speel ik nooit, Erik. Ja, wanneer was de laatste keer? Nee, ik speel hem wel eens als ik heel erg unbalanced ben, Erik. Unbalanced, ja. Daarbij hoort klaver of ruiten. Bij balance kaarten, daar hoort sans. Dat is mijn vraag, Erik. Ben ik balanced of ben ik unbalanced? Ja, dit is een balanced kaart, duidelijk. Ja, dus ik wil graag sans spelen. Ja. Dat is de reden. Maar ik ga het met je doen, Erik. Jullie boden allemaal 2 klaveren. Ik had het wel gezien. Oké, mijn maat zegt nu, ja, waarschijnlijk 2 sans. Want die is, ja, oké, zeg mij maar, bied je 3 sans. Of pas je op 2 sans? Laat maar zien in de camera. Hij kan 14 hebben. Hij kan 13 hebben. Of Berets 12. Of Eriks stoere 11. Ik ken jullie wel. Ja, ja. Eén van die zit er. De stoere 11 van Erik. De 12 van Berets. Of de degelijke 13 of 14 van Cecile. Wat denken jullie? Laat maar zien. Ja. Ja, jullie weten het niet. Dit is precies de reden van dat jullie het niet weten. Jullie weten, maar peren, te kunnen makkelijk 14 punten zetten. Ben je het mee eens? Dus eigenlijk lukt het jou niet om dit probleem op te lossen. Dit komt, Erik en Berend, dat komt omdat je daarvoor het probleem hebt veroorzaakt. Dus, Geon, dit was een duidelijk 2 sansbod, zodat bij maat kan beslissen... of het mijn favoriete contract van 3 sans wordt. Dus voor een 2 over 1, Erik, ik wil dat je mij de reden kunt uitleggen waarom je het biedt. Goed? Dus en de reden kan zijn, ik heb een fit in harten, een fit in schoppen, of als ik heel erg unbalanced ben, oké, dan mag jij ook
een vet en klaveren. Het kwartje is gevallen, Ruud. Ja. Ja? Dus Ruud. Oh ja. We gaan het testen, Erik. Wacht even. Oké, Maat opent. Eén schoppen. Elf punten heb je. Je mag thuis ook meedoen. Wat zouden jullie allemaal bieden? Nou, laat me zien. Berend, jij hebt hem door, denk ik. Laat zien. Wat heb je? Ja, klasse. Oh, gelukkig. We hebben een goeie. Twee ruiten. Waarom nou twee? Waarom twee harten, Erik? Op het moment dat ik jou vraag, als jij 13 punten had gehad, met welke kleur had je geopend? Nou, laat ik eens even een andere vraag stellen. Ik hoor jou net zeggen van, ik speel harten, schoppen en dan pas de minors. Oké. Erik, jij hebt hier nog kans op een hartenfit. Ja, precies. Ik kan toch ook nog vier harten hebben? Nou, die heb je overgeslagen. Okay. Nee, ik bied harten. Ik bied twee harten. Ik ga eerst terug naar één vraag. Ja. Welke kleur zou jij openen op het moment dat jij... Ik ga je iets meer punten geven om het duidelijk te maken. Welke kleur zou jij openen als je deze kaart hebt? Ik open hier één ruit. Ja, maar waarom geen harten, Erik? Want je bent een harten. Je kunt nog een hartenfit hebben. Ja, omdat ik open met één harten moet ik een vijfkaart hebben. Ja, dat is niet de reden dat jij met een harten opent. De reden is dat jij vanaf onderaf aanbiedt naar boven toe met vier kaarten... Op zoek naar een fit. Dit komt toch nog altijd goed? Je hebt iets geleerd, Erik. Je hebt een regel geleerd. Ik wil graag dat je leert bridge. Dus je opent hier een ruit. Weet je wat de reden is? Dat mijn partner, die biedt dan nog wel een harte, toch? Nu kom je alsnog achter de fit. Ja. Ja, eens of niet? Nee, tuurlijk. Dat is zo. Oké. Nu gaat mijn partner eens schoppen openen. Ja. Kom jij, als er twee ruiten geboden worden door jou, nog achter een fit? Dan biedt hij twee harten, ja. Ja, dat is precies dezelfde reden. Met een vierkaart. Ja. Ja, dan is hij dus... Heeft hij dus vijf schoppers en vier hartes. Ja. En dat is wat ik net in het begin zei. Volgens mij viel al bij Berend echt het kwartje dat 2-1, dat dit een vijfkaart inhoudt. Dus ja. Op het moment dat jij opent, op het moment dat jij een kleur opent, ja, ik denk dat jij hiermee een harten opent. Vijfkaart harten en een vierkaart ruiten. Dat is niet omdat het een, ja, daar heb je zo geleerd, dat mag met vijfkaart hoog, interesseert me allemaal niks wat je speelt. Maar dit is langste kleur eerst. En van vier kaarten van onderaf af naar boven toe. En dit is een ruitenopening. Dit is de achterliggende gedachte van het bridge. Van waarom je met een hoge kleur opent. Nu ga ik terug naar die ene kaart. Dus deze. Nu open mijn maat en schoppen. Jij bent. Ik hoop dat je het idee leert snappen, Erik, wat erachter zit. Nou, wat zouden jullie allemaal bieden? Nou, laat maar zien. Ja, twee harten. Want twee harten, dat is een vijfkaart. Hé, Erik, een vijfkaart. Net zoals de opening, die ook een vijfkaart bij jou, wat jij geleerd hebt, wat je helemaal niet hoeft te leren. Maar dat betekent gewoon dat er geen andere vierkaart is. Dus er is geen andere vierkaart. Dus dit belooft in mijn ogen een vijfkaart harten. Dus nu kan mijn maat 100% steunen op een driekaart. Hé, dat is leuk, hè? Ja. Op het moment dat je mij vraagt van... Ik neem aan dat jij les hebt gehad en hebt geleerd dat een schoppenopening een vijfkaart is. Dat heeft dus een reden van waarom dat een vijfkaart is. Dat is dezelfde reden als twee harten nu ook een vijfkaart is. Dus nu kan er gesteund worden op een driekaart. En dat maakt het volgende bieden gewoon voor mij heel erg makkelijk. Want als daar nu een driekaart komt,
dat een 3K drie harten komt. Jij bent. Het lijkt een beetje op de prijsvraag, Geon. Komt er dadelijk aan. Goed? Ja, prima. Laat maar eens zien. Ja, kun je nu vier harten bieden. Makkelijk, hè? Makkelijk idee om erachter te komen van... Kurt, ja. Kan je nu ook vier sands bieden? Vier sands, interessant. Hoeveel punten heeft maat, denk ik altijd, Berend? Nou, minimaal 12. Ja. En hoeveel heb jij er? 12 volgens mij. Ja, 13. 25. 25. En met jouw stoere 12 punten openingen, die ik al lang heb gezien dat je die doet, hebben we precies 25 punten. Klopt, maar mijn partner kan nu toch ook... Of gaat hij dan zelf azen vragen? Ja, natuurlijk. Ik ga niet voor hem denken. Oké. Okay. Wat zeg ik met vier harten, Berend? Wat zeg ik daarmee? We hebben genoeg punten voor de manche. Ja, en op het moment dat ik niet genoeg punten had voor de manche. Ik kan wel een voorbeeld daarvan geven. Dan had je gepast. Ja, natuurlijk had ik dan gepast. Kijk maar. Okay. Stel je voor dat het zo gaat. Ik heb net genoeg voor twee harten. Toch? En dan drie harten. Ja, dan doe ik pas. Dus het vier harten bod belooft meer punten. En dat betekent dat hij dan wel... vier sans kan bieden als hij denkt dat hij een kans heeft met deze kaart op slam. Maar Ruud, dan had hij toch nooit drie harten geboden? Nee, dan had hij ook geen drie harten geboden, dan had hij vier harten al geboden. Klopt helemaal, Geel. Ja. Drie harten is ook al een minimum. Nog een reden, Berend, om niet meer te doen dan vier harten. Ruud, heel even tussendoor. Er vroeg net nog iemand op Facebook... Kun je nog even iets vertellen over de regel van 20? Die werd straks genoemd, door Berend geloof ik. Ja. Wat is de regel van 20 ook alweer? Ja, kunnen we doen. Even kijken hoor. Zullen we het extreem maken? Waar had ik al wel. Ja, stel je voor, je hebt deze kaart. Voor jullie allemaal, ook voor thuis op Facebook. Wat zouden jullie doen? Ik zie Cecile zelfs een beetje moeilijk bij kijken en dan één hart te pakken. Oh nee, toch? Oh, tellen. 11 punten. Laat maar zien. Ja, één harten. Zou ik ook doen. Maar Berend, waarom is dit nou een één harten opening? Wat is nou de reden? Omdat je 11 punten hebt. Ja. En dan heb je je twee langste kaart is 9. En 11 plus 9 is 20. Ja. Hé, dit is precies de reden van 20. Maar... ik vind eigenlijk de regel van 20 een beetje een hulpmiddel. Maar als je mij vraagt van waarom open ik nou deze kaart? Dat is omdat ik unbalanced ben. En ook nog lekker alle plaatjes in de kleuren heb. In de lange kleuren. Behalve die, daar zit nog een derde langste kleur. Dat is lekker. Hoe unbalanceder, hoe belangrijker het wordt dat de plaatjes in die lange kleuren zitten. Dus dat is voor de regel van 20 wel van essentieel belang. Op het moment dat ik deze kaart dus... Erik, ik wil met je meegaan. Als ik deze kaart zou hebben... wat zou je dan doen? Zelfde 11 punten. Nou, laat maar zien. Ja, en hier ligt de grens. Ik had ergens gelezen, maar ik weet ook niet waar... dat de regel van 20 was het aantal punten plus de twee, het aantal kaarten in de twee hoogste kleuren. Nee. Dus schoppen en harten, maar dat is dus niet zo. Dat is een drukfout. Ja, ik denk het, ja. Ja, ik weet ook niet meer waar, maar... dus ik was gekomen tot 18. Nee, het gaat om de langste kleuren. De langste kleuren. Ja. Dus Berend, dat is precies de regel van 20... op het moment dat ik één kaart verander, Erik, dus deze, en dan waarom zou ik deze dan wel openen? Ja, omdat ik nu unbalanced ben, en met deze kaart ben ik balanced, en met balanced ben ik
heel erg precies met openen. Dan heb ik wel mijn 12 punten, zou ik wel willen openen. Dus op het moment dat ik er een boer bij heb, dan maak ik het even helemaal af voor de regen van 20. Ik zou deze openen. En Berend zei net tegen mij, ik open ook wel eens met 12. Ja, deze zou ik met 12 openen. Want mijn langste kleur is nu harten plus bijvoorbeeld ruiten. Dat zijn in totaal 8 kaarten plus mijn aantal punten. Dat zijn er 12. En daarom is dit een 1 harten opening. Dus wanneer pas ik nu met 12 punten? Dat is met deze kaart. En dan gaan we weer naar de regen van 20 toe. Tel maar weer eens mee met Berend. Want Berend heeft volgens mij door. 12 punten plus mijn langste twee kleuren zijn een 4 kaart en een 3 kaart. Is 7, is 19. Ja, ik open hier 1 klaver mee, maar ja. Ja, dat mag. Dat mag voor stoer, mij. Stoer openen. Ja, stoer openen. Ik vind dit geen kaart. Ik vind het er niet uitzien. Nee? Nee. Nee. En dan denk ik, zal ik brutaal zijn, Erik? Ik denk dat ik meer contracten maak dan jij. Dat denk ik ook, ja. Ja. En toch pas ik deze. Ja. Omdat het een rotkaart is. Het maar is ja, je kent mij een beetje. Je kent mij een beetje, dus. Ja, ja, ja. Maar inderdaad, ja, ik voel met jou mee. Ik voel met jou mee. Als deze, dit is weer een lekkere kaart. Ja. En als ik hem nog lekkerder maak, ja, dat is deze. En dan gewoon een punt eraf. Ja. Nog lekkerder. Ja. De reden hiervan is van, ja, dat dit voldoet aan de regen van 20. Mm-hmm. En dit is mijn ondergrens, Erik. Even kijken. Zoek even een heertje. Ik zal meteen even naar mijn ondergrens gaan. Dan weten jullie dat ook voor allemaal, ja, als je tegen mij speelt. Oké. De vraag is, zou jullie deze openen, ja of nee? 10-10, ja. Laat me zien. Ja, doe je het? Ja, Berend ook? Ah, lekker. Ja, zeker. Ik open deze. Waarom open ik nou deze? Ja, dit is een superkaart. Erik, ik ben dus veel stoerder dan jij bent. Want 10 punten, hoppakee. Ik open een harte. Maar met een balancekaart zie je mij super voorzichtig zijn. Ja. En Berend, ja, nu zijn we dadelijk het haasje natuurlijk. Hè? Want ja, jij bent. Ja, ja. Laat me zien. 2-1. Ja, nu moet ik 2 ruiten bieden, want ik moet vertellen dat ik een unbalanced kaart heb. Ik moet vertellen dat ik die stoere hand kan hebben die minder punten is. Want als ik 2 zand zou bieden, op dit moment zou dat betekenen 13 punten unbalanced. Of de 12 die jij ook heel stoer opent. En op het moment dat je 2 zand biedt, weet je al dat als dat gepast wordt, dat je kapot gaat in de schoppen. Ja, dat weet je ook, ja, zeker. Dus ik wil graag een unbalanced kaart wil ik gewoon bieden, met door mijn kleuren te bieden. En dit vertel, ja, Erik, ik ga nu wel eens in ruiten terechtkomen, echt waar. Ja. Maar niet als ik balanced ben, kom ik nooit in ruiten terecht. Kom ik in sans terecht. Dus mijn doelstelling van het bieden is het vinden van een harten of schoppen fit, anders het bieden van sans, en met een uitzondering. Dat kan een keer van ruiten of klaveren. Ja. Ja? Dus dat we nu een keer aan een ruitencontractje terechtkomen, ja, dat geloof ik wel. Ja? Ja. Geon, heb jij nog een prijsvraag, hè? We hebben een prijsvraag, ja. Ik ga hem er gelijk bij pakken. Ja. Het panel kan bieden. Noord opent eens schoppen. Oost past. Wat bieden we? Ik
zie nog geen biedingen. Oh, wij moeten het beantwoorden. Ja, ja, het panel. Ja, oh, maak okay. Over de inschoppen en rechts past, dan heb je deze kaart. Ik zal wat dichter bij de microfoon gaan zitten. Ik zie nog twijfels bij Cécile. Erik heeft geloof ik een knoop doorgehakt. Erik? Oh, sorry. Ja, allemaal helemaal goed. Eens anders is goed. Het is echt super belangrijk om te blijven onthouden dat een 2 over 1 minstens 10 punten is. Ik ga even naar de gegeven antwoorden. Wat is hier mis met pas, Geon? Dat is zonde van de kaart. Een partner kan 18 of 19 punten hebben. Dan zitten er 6, 27 punten samen. En ja. Die 5-1 fit schoppen speelt misschien helemaal niet lekker. Misschien hebben we wel een 5-4 fit en harten. Passen is alle schepen achter je verbranden. Dat is een beetje gokken. Ik geef een paar antwoorden. Pas is dus te voorzichtig. Nogal wat inzenders deden dat. 1 harten. Bood een aantal inzenders. Dat is op zich het beste bod, omschrijft de hand het beste, maar is alleen niet toegestaan als partner alle schoppen geboden heeft. Dus dat kunnen we niet door de beugel. Hetzelfde geldt ook voor doublet. Ja, dat mag niet. Je mag je partner niet dubbeleren. Dat is nou eenmaal gewoon keihard niet toegestaan. 2 harten, we hebben het al gezegd, veel te weinig punten. 2 harten leidt tot veel te hoge 2 sans en 3 sans toe contracten. Het goede antwoord is dus 1 sans, 6 tot 9 punten, minder dan 3 schoppers. Ruud, ja. Ben je weer zover? Ja, ja, zeker, zeker. Ik heb ondertussen alweer een nieuwe neergezet om nog even wat duidelijker te maken. Want ik merk toch dat het met dat passen, dat gewoon een dingetje is. Dus stel je voor, we gaan het overdrijven. Ik wil altijd een beetje overdrijven. Om het nog duidelijker te maken. Stel je voor, je hebt deze hand. 6 punten. Gaat hij dan, Erik? Nou, laat me zien. Ja, klasse. 1 sans. Geen pas. Waarom niet? Ja, omdat hij nog 19 punten kan hebben. Hij kan heel unbalanced zijn. Hij kan van alles hebben. Dus 1 sans. Wat belooft dat nu? 6 tot 9 punten en geen fit. En ik kan het overdrijven ook nog. Hè? Ik kan er nog veel meer hartes neerzetten. Het antwoord is nog steeds 1 sans. Hij komt nog wel. Jij bent... Oké, laat me zien. 3 harten. Ik twijfelde zo erg tussen 3 of 4. Ja, oké. Waar hangt het een beetje vanaf, Erik? Waarom twijfel je nou? Of ik deze kaart mag opwaarderen met een troefje meer. Ja. En ik mis schoppen, maar dat is de kleur van mijn partner. Zeker. Hoe ga ik daarmee om? Is dat nou een opwaardering waard of juist niet? Ja, het ligt er een beetje aan wat hij heeft. Ja, en dat weet ik niet. Nee, ik ook niet. Nou ja, hij heeft 5 schoppen en jij hebt er geen, dus daar kun je boel introeven. Ja, zeker. Ja, dat is zeker waar. Oké, nou, ik ga altijd een beetje uit van, stel je voor, het is een hele slechte dag. En mijn partner, die dacht bij zichzelf, ik open eens met 9 punten. Oké, en nou... 9 punten. 5 schoppers, 5 hartes. Mm-hmm. Wat vind je ervan? Ga ik het maken of niet?
Niet heel blij. 1, 2, ik. Nou, te veel verliezers, denk ik. Alhoewel, ik tel al 3 verliezers. Tel de verliezers eens hard op. Schoppen. 2, ja, schoppen. Geen. Harten. Harten, geen. Ruiten. Ruiten, 2. Klaver. Klaver, 1. Hoeveel zijn er dat samen? 3. Hoeveel mag ik er verliezen in de match? Ja, je mag er 3 verliezen. Ja, dat is niet helemaal waar, geheel, want ze kunnen natuurlijk wel eens een keer harten spelen. Maar als ze geen harten spelen, en ik ga bijvoorbeeld ruiten spelen of zoiets. Erik, ik heb al kans in 4 harten, hè? Ja. En nu heb ik... En ik ga nou niet zeggen dat ik een mooie kaart heb. Nee, zeker niet. Nee. Dat was mijn overweging ook, om dus 4 te bieden, maar ja... Ik vind het niet zo gek. Ik vind het een unbalanced kaart vind ik niet zo gek om dan... Om dan heel snel een manche te bieden. Ik had afgelopen september, had ik dus zeg maar 9 maanden geleden, had ik nog 4 geboden. Maar er zitten een paar lessen tussen van jou. Maar Erik, ik wil graag dat je leert bieden met unbalanced kaarten, dat je daar stoer mee doet. Ja. Ik wil graag dat je heel erg saai biedt met balance kaarten. Echt, hoe saaier, hoe beter. En dat jij unbalanced kaarten met een fit, ja, dat je die opwaardeert. En is mijn maatje nu unbalanced of is hij nou balanced, Erik? Unbalanced. Mijn maatje is ook unbalanced en ik ben ook unbalanced. Ja. Dat is de reden van waarom ik zo ontzettend snel een manche maak. Want als mijn partner... Ja, nou, dit is een hele mooie kaart. Nou, een superkaart. Ik heb nu... Maar nog steeds gewoon 13 punten. Dus geen bijzondere dingen heb ik gedaan. Nou, nu gaat 4 harten echt niet down. Nee. Ik heb 1 ruit en 1 klaver verliezen. En ik ga nog een beetje troeven hier en daar. We gaan niet down. Mm-hmm. Dus met 13 punten maak ik het bijna altijd al. Dus dat is een beetje de reden dat... Ik vind 3 harten al heel stoer, want 2 harten mag je oppassen. Dat mag echt. Dus ik vind 3 harten ook al heel erg goed allemaal, hoor. Maar ik zou zelfs 4 harten... Als ik unbalanced met een grote fit ben, dan bied ik echt zo, ben ik zo gek als een deur. Ja, zo hoog als ik maar durf. Dus doe nou... ik wil graag dat je die balance kaarten voorzichtig gaat behandelen en de unbalanced kaarten stoer doet. Zullen we dat afspreken? Oké, nou stel je voor, je hebt nog een keer een andere kaart. Ik ben nog niet helemaal overtuigd. Onthouden, hè? Balanced, stoer. Balanced, heel erg precies bieden. En unbalanced, heel erg stoer doen. Even kijken. Kan dit? Ja, stel je voor, je hebt deze kaart. 12 punten. Je mag de regel van 20 rustig toepassen als je wil. De meeste mensen doen dit op een gegeven moment een beetje een beetje vanzelf goed. Laat maar zien. Ja, 1 schoppen opening. Klopt ook weer met de regel van 20. Ik heb 8 punten en mijn 2 langste kleuren zijn bijvoorbeeld schoppen en harten. Dat samen 8 is 20. Jij bent... Nou, laat me zien. Ja, ik zou nou 3 harten bieden, want ik zou hier wel van balen, Erik, van dat ik nu 3 harten moet gaan spelen misschien. Maar ik moet bieden, want ik moet antwoord geven op de vraag, heb jij een fit? Dat moet ik vertellen. En ik moet vertellen dat ik een fit heb. Want als hij namelijk een 4-kaart harten had gehad met bijvoorbeeld een 4-kaart klaveren, dan had hij zo geboden. Wat had je dan geboden? Ja, dan... Nou, laat me zien. Ja, nu zou ik 2 sans hebben geboden. En dan zou ik wel een... Ja,
Ik weet niet of ik dat altijd al ga maken. Ik 12 punten, mijn maatje 10. Dat wordt wel tricky, hè? Dus dat 2-1, je ziet nu al, ik hoop echt dat hij wel 10 punten heeft. Anders wordt het een ramp. Ik hoop dat hij 3 zand zegt, hoor. Want ik ben dol. Mijn bridge-leven bestaat uit 4 harten, 4 schoppen en 3 zands, hè? Dat is mijn doel in mijn bridge-leven. Dus ik hoop wel dat hij 10 punten heeft. Nou, stel je voor, hij biedt 1 zands. Jij bent... Laat me zien. Ja, dan zou ik nu passen. Want hij heeft 6 tot en met 9 punten. Makkie, hè? Dus als ik het voor jullie samenvat, en dat geldt met name voor op het moment dat hij een 2-1 doet, dan heeft hij 10 punten met een reden, Erik, om 2-1 te doen. En die reden is of een hartenfit, of een schoppenfit, of 3 sans. Dat kan niet, want dan biedt hij gewoon 3 sans. Zij moet een reden of een helemaal unbalanced kaart. Ja. En af en toe gebeurt dat natuurlijk ook, Erik. Dat je echt bij... Ik zal Erik een beetje gelijk geven. Af en toe heb je kaarten, hoor. Dan denk je bij jezelf, nou ja. Maar ik had zo nog een vraagje, Ruud. Jazeker. Tot nu toe heeft de tegenstander niets geboden. Als dat wel zo is, gaat er dan wat veranderen in deze... In dit systeem? Nee. Dus partner opent 1 harten en volgt 1 schoppen. Ja, zeker. Zullen we doen? Bij Noord. Nou, stel je voor... Hele gemeene meteen... maar goed, ik ga het toch gewoon doen. Ik had er iets andere bedacht. Meteen heel veel punten ook nog. Heel veel punten. Ach joh. Kijk. 15. Jij bent... Nee, 16. 16. 16 punten, maar liefst. Zo. Zullen we iets minder van maken? 12? Ja, dit is wel heel makkelijk. Ja, heel makkelijk dan. Nou, deze dan. Nou, ik vind hem helemaal niet makkelijk, Erik. Dat dacht ik al. Maar Erik vindt hem makkelijk. Ik ben wel benieuwd wat daar zo makkelijk aan is. Ja. Ik heb ook niet gezegd dat het makkelijk is. Erik vond het makkelijk. Ja, maar dus ik wil graag van Erik horen waarom hij zo makkelijk is. Ja, het antwoord op deze kaart is precies hetzelfde als die van net. Als die? Sorry? Als die van net, met die vele punten. Hetzelfde? Ja, hetzelfde antwoord. Oh? Oh, wacht even. Ik wil het liefst dat je geen fit hebt. Sorry. Ik wil nog anders. Sorry. Oké. Okay. Ah, ik wil geen fit. Ah, sorry. Want bij 2-1 heb je vaak geen fit. Maar laat me zien. Ja, het goede antwoord is dublet. Negatief dublet, Erik. Ja. Heb je het ook gehad? Ja, ik heb het gehad, ja. Negatief dublet. Ik heb de andere kleuren. Op het moment dat het een 5-kaart is, bijvoorbeeld, ik heb zoiets... Ja, dan snap ik weer 2 klaveren. Dan snap ik weer dat je wil vertellen van... ik heb een goede kaart met klaveren. En wat verandert er nu? Ja, eigenlijk niks. Want wat zou je nu doen, Erik? Maat opent een harte. Noord zegt pas. Ook voor de kijkers thuis. Wat zouden jullie nu doen? Ja, nu zou ik 2 klaveren. Laat me zien. Ja, dat blijft dus een beetje hetzelfde, Erik, allemaal. Ja. Snap je het idee? Van als je dus een nieuwe kleur biedt, belooft dat gewoon 10 punten. Maar wel met een reden om het echt te bieden. Maar wat ik eigenlijk al had neergezegd, is van als je zoiets hebt, een maat opent een hart, hè? Ja, wat zou je dan nou bieden, Erik? Laat me zien in de camera allemaal. 12 punten. Nou, laat me zien. Ja, ik zou... Ja,
Erik, zijn we balanced of zijn we unbalanced? Nee, we zijn unbalanced, ja. Ja, ik bied ja. nooit. Nee. Nee, toen ik hem vast had, toen had ik zoiets van, oh nee, dat okay. is niet goed. Oké, okay, en nu is de vraag, Berend, jij woont twee klaveren. Stel je voor, je had mogen openen. Wat had je geopend? Voor allemaal dan, wat had je geopend met deze kaart? Je hebt 5 ruiters en 5 klaveren. Laat me zien. Ja, een ruiter. En het antwoord, maar waarom is dat nou een ruiter? Wat is de achterliggende gedachte van die ruiter? Dat is dat je daarna klaveren kunt zeggen. Dat is de achterliggende gedachte. Oké, okay, maar nu opent hij een harte. Ja, mijn basisregels, om die regels zijn niet bedacht omdat het regels zijn. Die regels zijn bedacht omdat dat het handigste is wat je daarna nog kunt bieden. Want stel je voor, je hebt deze kaart nu, wat zou je bieden? Laat me zien. Ja, bied 2 ruiten van 2 5 kaarten, mijn hoogste. Maar oneconomische, zodat ik daarna nog die klaver kan bieden. Dit is dezelfde gedachtegang. Dus eerst bied je de hoogste, om daarna nog de lagere te kunnen bieden. Dus als die nou iets van 2 sans biedt, wat zou je nu bieden? Laat me zien. Ja, ik zou nou klaver bieden. Ik snap je dat je. Snap je, Erik, dat het nu wel, dat het wel eens voor kan komen dat je denkt bij jezelf: ik bied ruiten en klaveren gewoon. En dat is dus alleen maar op het moment dat je echt een reden daartoe hebt. En dan kom je wel eens in een klaver of ruitencontract terecht. Maar alleen met unbalanced kaarten. Alleen met unbalanced kaarten. Geo, jij hebt nog een prijswinnaar. Heb jij nog een uitsmijter vandaag? Zeker, maar je eerste prijswinnaar nog. Ja, de prijswinnaar moet nog, precies. En ik heb ook nog een klein tipje van de week. Dus die doe ik nu even. Eerst maak ik daarna de uitsmijter. Ja, komt die. De prijsvraag is gewonnen dit keer door Toos Habrake uit Bakel. Vanuit de Proficiat Toos, ik neem van de week contact op. De tip van de week. Even nog een korte herhaling. De 2 overeen, 10 pluspunten en een 5 kaart als het om harten gaat en een 4 kaart als het om een lage kleur gaat. En als de openaar geen minimum heeft, hebben we genoeg punten samen voor de manche met die 10 van ons. Dan gaan we dus die manche bieden. En wat betekent dat? Eén sans toe is dus een vuilnisbakkenbod. Zo wordt dat in de volksmond genoemd. Dat zijn eigenlijk alle handen waarmee je niet wil passen, dus minstens 6 punten hebt. En geen 2 overeen kan doen. 6 tot 9 punten. En je hebt dan geen sturen. En je hebt nooit een 4 kaart in schoppen. Want anders had je of een schoppen kunnen bieden. Of partner als die een schoppen geopend had. Had je hem kunnen steunen. Ruud. We gaan weer terug. Ja. We gaan als laatste. We gaan naar de unbalanced kaart van Erik toe. Dat hij echt. Nou, nu wordt hij leuk. Ja, Erik, gaat hij. Ja. Oh, Stoer bieden, zeg ik hier. Oh, nee. Als je een fit hebt, Erik. Ja, dan uiteraard. Pas dan, hè. Oké. Okay. Jij bent. Want als je geen fit hebt, is unbalanced helemaal niks. Unbalanced is pas stoer op het moment dat je een fit hebt. Het zijn 15 punten, jongens. Laten we zien. Ja, 2 harten, hè? Van 2 5 kaarten. Precies dezelfde reden als net. Van 2 5 kaarten bied je de hoogste. Nou, maat heeft geen fit. Jammer, hè, Erik? Een harten. Ja. Hij biedt 3 klaveren. Jij bent. Ha, ha, ha.
Ik zie volgens mij Erik al ondeugend kijken. Laat me zien. Ja, Erik, ik ga toch even... Ben ik unbalanced met een fit? Ja. Mag thuis ook meedoen? Ben ik unbalanced met een fit? Ja. Ja. Heb ik, denk je dat ik... Hoeveel denk je dat ik ga verliezen in een klavercontract? Want hij heeft geen chance geboden. Hè? Hij denkt bij zichzelf, ik ben unbalanced. Mm-hmm. Dus hij heeft 5 schoppers en hij heeft waarschijnlijk zelfs ook 5 klaveren, want hij is unbalanced. Oké, noem eens een kaart op waarbij het, wat hij zou kunnen hebben. Ga je weer een beetje je voorstellingsvermogen gebruiken? Ja, 5-4-2-2 of zo. Vijf? Nee, ik denk dat hij 5-4-2-2, dan gaat hij toch over 2 hard. Ik heb geen fit, 3 sans. Mijn doelstelling in mijn leven, Erik, is het bieden van sans of het bieden van een unbalanced kaart. Dus hij heeft geen 5-4-2-2. Wat denk je? Nog een poging. Noem eens iets. Andere poging. Als die unbalanced is, hè? 5-5-3. 5-5-3-0. Of, nou, laten we iets redelijker zijn, een 5-5-2-1. Eens? Dat zou kunnen? Oké. Okay. Nou, stel je voor, hij heeft een 5-5. En ik heb hem 10 punten gegeven, want wij hebben geleerd stoer te bieden. Gaat hij weer? Nou, heb ik een fitje? Ja. Oké, okay. Hoeveel klaveren verlies ik? Sorry? Hoeveel klaveren verlies ik? Geen. Hoeveel ruiten verlies ik? Geen. Hoeveel harten verlies ik? Geen. Hoeveel schoppen verlies ik? 1. Nee, 0 eigenlijk ook, ja. Ook 0. Oké, okay. Ja. Dus jij wil 3 sans bieden, terwijl het met 10 punten... Let op, met 10 punten is het 7 klaveren. Ja, zo is het makkelijk. Maar ik heb hem maar 10 punten gegeven, Erik. Ja. Ja. Maar waarom is dat nou? Wat is nou de... Hij biedt dus unbalanced. En ik wil graag dat jij unbalanced met een fit, dat jij super stoer doet. Mm-hmm. Dus, ik zou nu of 4 sans bieden, hazen vragen. Zo, oké. Okay. Of 4 klaveren bieden van, ik wil wel naar slam. Want het bieden van 4 klaveren zal toch wel betekenen, ik wil wel naar slam, en jij? Maar ik zou zelfs wel 4 sans bieden. Dus 4 klaveren is forcing en 5 klaveren is een eindbod. Heel goed, Erik. Ja, klasse. Ja. Maar ik zou 4 sans zou ik zeker durven. Stel je voor, hij geeft 2 azen aan. Ja. Ik kan geen 2 azen aangeven, Ruud. Oh, waarom niet? Wat is het trouwens? Kan wel. Omdat ik er al 3 heb. Hij heeft klaver koning. Hij heeft klaver koning, Berend. Oh ja, dan doen we ineens RKC. Dat is ook een keykaart, ja. Ja. Oh, Erik is een vorm. Hé, hey, leuk hè? Durf je hem? Maar dit, ik moet iedereen maar even in laten zinken. Ja. Ja, je ziet het al, hè? Met 2 azen is het 7 klaveren. Zo snel is het nu 7 klaveren. En ik vind het niet... Ja, als je 6 klaveren mee biedt, vind ik prima, Erik, hoor. Maar dan win je van al die 3 sans, hè? Ja. Dus dan ben je er al een heel stuk, hè? Dat is al lekker al, hè? Maar ja, ik zou zelfs op zoek gaan naar 7 klaveren. En 7 klaveren kun je heel makkelijk zoeken door hier 4 klaveren te bieden. Als ik ben sterker, ik wil wel naar slam toe. En als hij azen vraagt, kan ik ook precies aangeven hoeveel azen ik heb. En nu heb je even verteld, ik heb een fit en ik ben manche voorzien. Dit was als afsluitertje. Ik wil graag, Erik, dat jij voor alle volgende keren dat ik jou online zie, als jij een balance met een fit hebt, dat je echt
echt zo stoer biedt als je maar durft. En balanced dat jij zo passief bent als met iets. Ja, ik neem het mee. Doen we. Oké, mensen. Tip van de week hebben we al gehad. Zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Over 2 weken. Maandag 12 juli. Nou, dan is België Europees kampioen voetbal. Hoop ik. Wij zullen het wel niet zijn. Maar dan is er ook de 25e aflevering van Brits TV, de basis. De laatste voor de zomerstop. Die loopt van 26 juli tot en met 22 augustus. En we gaan het hebben over Redoublet. Ja, dat is echt een superleuk onderwerp. Ik denk dat de meesten van jullie nog nooit geredoubleerd hebben in jullie Brits leven. En misschien in het echte leven ook wel niet. Ruud gaat jullie er van alles over vertellen. Dat is zo mogelijk een nog stoerder bot dan stoer bieden met unbalanced handen. Want redoublet betekent dat je om 4 dubbele punten gaat spelen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik zou zeggen, bedankt allemaal en bijzonder Cecile voor het invallen. Tot over 2 weken. Hoi. Tot ziens. Tot ziens.